Ja, je leest het al aan de titel van de video. Een reactievideo van de kijker. Boudewijn Meijer, hè? Ja. Hartstikke leuk, hè? Ja. Ja, heel leuk. Kijk, we krijgen natuurlijk onder de video's krijgen we natuurlijk van alles te horen. Positief en negatief, en dat maakt niet uit. Als je maar netjes blijft, zeg ik altijd. En ook heel vaak, hè, dat mensen dan complimentjes geven over de video. Dat ze de video leuk vonden en zo. Maar, en dat vinden we hartstikke mooi hoor, ga daar vooral mee door. Boudewijn, die vond eigenlijk dat hij daar wel eens een video over wou maken. Hè? Om ons even te laten weten hoe hij dat waardeert. En wat hij ervan vindt ook. Want niet alles is natuurlijk positief. Hij heeft ook wel een aantal dingen waar hij, kritiek is misschien een groot woord, maar waar hij het dan niet mee eens is. Maar hij blijft gewoon kijken. En dat is ook een ding, een onderwerp in de video van hem, dat hij dat soort dingen uitlegt. Het is echt, het is een hartstikke leuke video, hè? Het is ook grappig, hè? Hij, ja. Hij maakt geintjes en zo tussendoor. Het begin is ook hartstikke mooi, echt. Dus bekijk vooral de video eventjes. Ha, ontbijt. Wat is dit? Smoothie. Oh, hij moet er doorgaan. Oh, wat is dit? Ja, vlees. Dat ken natuurlijk nog niet. Hè? Dat ken nog niet. Wat doen we ermee? Ja, zijn toedels. Waar is de zon? Achterlijke tijd. Hebben die ook niet nodig? Nou mensen, ik ben eindelijk wakker. En ik ga beginnen aan de reactievideo voor Zwerven met Yuki. Alleen, nou noem ik het even Zwerven met Loki. We gaan. Zo, wij zijn op de plaats van bestemming gekomen. Want ja, ik denk, doe het wel in stijl. Op, langs de snelweg, op een parkeerplaats. En dan zie je ook gelijk het verschil tussen het noorden waar jullie zitten en hier in Brabant. Ik weet niet hoe het daar zien, erachteraan. Alles staat vol met vrachtwagens. Ik kon er net één plekje vinden om mijn Japans gebakje neer te zetten. Maar dat terzijde. Ik vind het wel verpand dat er daar in het noorden nog wel veel ruimte is. Daar woonde ik maar in het noorden, zou ik zeggen. Maar goed, ik ben dus middernacht opgestaan. Nou ja, in mijn beleving dan, middernacht. Dat is ook onzin, want ik sta ook wel vroeg op voor mijn werk. En ik kan nog herinneren dat de Herman zei van, ja, als je bij een tankstation staat, dan is er altijd vaak een gelegenheid om te gaan wandelen of fietsen in de natuur. Nou, dat is hier niet anders, want dat wist ik namelijk al. Hier is een mooi bos. Dan kan je mooi langs dat hek gaan wandelen. En dat ga ik doen. Ja, want ik moet toch ergens rustig een videootje op kunnen nemen. Ik ga even met Loki, daar is die. Dus geen Yuki, maar Loki. Ga ik de hort op. Hoi hoi. Zo Herman Gea, eindelijk ben ik op de plek waar ik dat op wil nemen. Want hier is het rustig gedaan aan de snelweg. Om jullie voorbeeld te volgen moet ik natuurlijk ook zeggen waar die tankstation was. Nou, jullie komen daar niet. Alhoewel, jullie gaan vaak naar Kijk gaan. Misschien kom je langs. Dat is de A2 tussen Weert naar Eindhoven, Maarhezen. En daar zit dus dit bos. Daar kan je een leuke wandeling maken van 40 minuten, half uur. Stel niet al te veel van voor. Je komt er herten tegen, een vos, buizert en zo. En Loki, nou, dat is een Duitse herder, die heb ik los. Dan zou je zeggen, met hert en een Duitse herder los. Dat ken je. Nou, een hond is een werkwoord. Ik heb hem
lang over gedaan om te trainen dat hij niet meer achter hecht aan. Als hij er eentje ziet, dan kijkt hij mij aan en dan geef ik een grom en dan gaat hij niet meer. Ja, betekent niet dat als je een hond los hebt, dat je hem ook kan laten gaan. Je moet wel in de gaten houden. Maar goed, ik ga weer weg van het onderwerp. Dat heb ik heel vaak als ik het oude hoeren ben. Begin ik met het ene en dan komt het andere. Maar ja, het is dus een reactievideo zoals ik bij jullie vorige vlog heb gereageerd. Want ja, waarom nou een reactievideo? Ja, waarom ook eigenlijk niet? Ik bedoel, jullie doen heel veel moeite voor om de vlog online te zetten. Ja, wij kijkers kunnen dan heel makkelijk achter ons pc'tje dingen neerzetten. Het zij positief, het zij negatief. Nou, dit wordt een positieve vlog, mensen. Een positieve vlog, want we hebben een negativiteit. Ik heb in de afgelopen tijd ook wel een paar kritiekpunten. Maar ja, jullie doen ook zoveel, 100 onderwerpen. Dan zijn er altijd wel 1 of 2 onderwerpen waar je het niet mee eens bent. Maar ja, ooit zei een wijs man met een rode baard, omring je nooit alleen met mensen waar je het overal mee eens bent. En andersom, wie het eens bent met jou. Dus ja, maar het wordt een positieve blog. Want ik moet vlog zeggen. Ik ben niet zo goed in vloggen, want ik maak wel video's, maar het meer over het vissen en nooit op vlogstijl. Dus kom ik een beetje hakkerig over, komt dat. Maar goed, ik ga even beginnen waar ik tijdens begonnen ben met jullie te volgen. Dat was een jaar of 2,5 geleden of zo. Toen heette het nog leven in een camper. Nou ja, ik heb zelf geen camper. Ik ga er waarschijnlijk ook geentje krijgen. Want het kost veel duur. Hooguit wat ik doe is weekendjes. Leven in een camper. Dan moet ik toch denken aan jullie verhaal. Dat jullie nog in huis wonen. Dat ging om de paar maanden. Om de paar maanden de meubels verzetten. Omdat ze het anders wilden. Nou, ik woon dus gewoon in een huis in Eindhoven. En daar gingen klokken een paar jaar. En Fiona denkt van, ja, het wordt tijd voor een andere klok. Dus zet ze die klok. Toen ik op het werk was weggehaald, ik kwam terug. Nou, ik traan met thuis is overdreven, maar ik heb iets van, het moet zijn zoals het altijd was. Dus ja, ik was niet blij dat het een andere klok was, maar dat om aan te geven dat ik een beetje anders in kaart steek wat dat betreft. Ik ben gesteld op mijn huisje in Eindhoven. Maar goed, ik kwam dus op jullie vlog terecht. En dat vond ik wel heel interessant. Ja, dingen kunnen ook heel erg interessant zijn, ook al zal het nooit iets voor jezelf zijn. Dus ja, ik kijken, ook het eerste video kijken. En toen zag ik Herman al, dat ging niet over camper, maar dat ging over een tv-programma. tv-programma, die is over eten uitzond. En daar was Herman het niet mee eens. Ik denk nou, die Herman, daar zit strijdbaarheid in. Ik begreep helemaal niet waar het over ging, de eet. Maar dat viel me op. Want ik kijk eigenlijk nooit video's van het verleden, maar in het begin deed ik daar even. Alhoewel, daar lig ik weer, want ik heb laatst ook nog eentje van lang geleden over kamperplekken. Dat ook vlak bij Eindhoven, in Nuenen. Jullie zeiden van, het heet Nuenen, maar het is dus Nuenen. Dat vind ik wel heel grappig, want daar heb ik nog een collega mee voor de gek gehouden. Die had ook gezegd van, nee, ze noemen het Nuenen. Ja, een beetje uitgelegd van, die man komt uit het noorden, die weet hij niet. O ja, ja. Ja, hij is nog steeds pissig, want steeds als ik hem zie, dan zeg ik van, hé, hoe is de Nuenen? Maar goed, ik ben weer aan het achterhalen, dat is niet goed. Maar goed, dus sinds 2,5 jaar ben ik jullie aan het volgen. En ja, het verandert steeds. Het verandert steeds. Want eerst was er echt de camper. Toen kwamen er ideeën van, we gaan met de boot. Dus ja, nu zitten jullie dus ook met een boot te bouwen. Maar fijn, dat hoef je niet te vertellen, want jullie hebben het zelf gedaan. En ik kijk dan ook wel weer naar uit, hè, van hoe het leven is op een boot. Ik moet er zelf niet aan denken. Ik ben kapervisser. Ik hou van bij het water zijn. Niet op het water. Maar goed, ieder zijn meug. Dus ja, zo ben ik een beetje ingerold in jullie kanaal. Ja, ik kom maar weer een beetje hakkerig over. Ik ben niet gewend om zo te praten, maar ja. Ik moet nemen zoals het komt, toch? En ik heb laatst ook weer gelachen. Dus ja,
Want Herman en Gea, jullie hebben ook wat met eten en drinken natuurlijk, hoort erbij. Vandaar mijn intro dat ik Juderans zei dat het een smoothie was. Dat was natuurlijk niet, was gewoon Juderans. En vlees heb ik gewoon in de vullersbak gegooid. Ja, ik heb eruit gehaald, want ja, ik ben vlees eten. Maar ik denk, je moet een beetje meegaan met het kanaal als je er een reactievideo over maakt. Maar toch leer je dat, want jullie zijn vegetariër of veganist, weet ik veel, om medische redenen. Als het fout zit, laat het weten. Maar ook uit principiële reden, begreep ik dan. En laatst hadden jullie het erover, tenminste, ik denk dat het erbij hoort. Ik moest zo lachen. Herman zei van, ik heb hier sojamelk, maar je mag het eigenlijk geen melk noemen. Hij kijkt naar Gea. Nee, zegt Gea, je mag het geen melk noemen. Herman weer in de kamer. Nee, maar als onzin, het is gewoon melk, je noemt het melk. Nou, ik lag zo dubbel. Heb ik een idee wat sojamelk was? Nee, ik had geen idee. Ik heb het daarna opgezocht. Ik ben toch weer vergeten wat het was, maar ja. Ik moest daar zo om lachen. Zelfs mijn vrouw zei van, ik ben nog weer als een bellenblazer aan het lachen. Ja, hetzelfde geldt voor pannenkoeken bakken. Ik hou van pannenkoeken. Maar dan maak je dan van gele en zwarte linzen. Heel apart. Gele en zwarte linzen. Ik weet niet eens wat ik zeg. Maar goed, dat zijn ook al ben je niet vegetarisch, veganist. Je kan toch dingen leren en het leuk vinden. Want ja, dat is ook het leuke van jullie kanaal. Jullie hebben 101 dingen. Zoals het boren. Dat vind ik ook altijd leuk, want ja, het boren heb ik wel gezien. Maar zei je ook van laatst van, moet ik ermee stoppen met dat boren? Want dat heb je nu wel gezien. Nee. Want ja, ik vind dat leuk om al die locaties te zien. Laatst was er ook weer een van de industrieel, was het gebouwtje. En een week of twee jaar terug ook met de betegelding. Dan moet ik me denken aan mijn werk. Dan was ook, in de jaren 90 was het ook alles betegeld. Ik werk namelijk in een slachthuis. Ja, dat komt er weer slecht uit, maar ja, ik kan niet liegen, het is zo. En toen waren ze ook allemaal betegeld. Dat was precies dezelfde sfeer als waar ik toen werkte. Nou mogen tegels allemaal niet meer, want dan kan je tegenaan rijden, kan breken, kan de tegels stukjes in het vlees komen. Dus ik geloof niet meer dat mag. Aan de hand, waar kan ik? Gewoon een beetje moe mijn hand om me zo ophouden, hè. Ik ben ook geen 18 meer. Dus ja, ik volg jullie met groot plezier. Want ja, ik volg natuurlijk ook andere kanalen. Ik heb ook een paar gevolgd, die ook met de camper in de weer zijn. Ja, heel vaak is het, dan kijk je even en dan vind ik het eigenlijk wel weer mooi. Weet je, want ja, het moet je wel blijven trekken. Ja, om nou alleen maar te zien hoe iemand een ontbijtje maakt en een fietstochtje maakt en dit en dat. Ja, dat gaat al gauw vervelen. Voor mij dan als kijker. Voor hun is het natuurlijk prachtig. Ga lekker zo door, maar dan als ik genoeg van heb, dan is het genoeg. Want ja, vrije tijd is kostbaar. Dus ja, daar ga ik niet doen aan video's kijken die ik niet leuk vind. Jullie daarentegen, jullie veranderen steeds. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar ook wel jammer, want waar is Storytime gebleven? Storytime is er niet meer. De camperplekken, video's van camperplekken, dat je toch nog door de week extra video's mee kijkt. Nou, heel af en toe komt er nog wel eens langs, maar ja, er is natuurlijk weer een hoop voor terugkomen. Want ja, tijden veranderen, dus ja, hoe moet mee veranderen? Je houdt het wel interessant. Ik weet niet of nou precies in de zon zit te filmen. Ik loop er even die kant op. Hup. Dat zal wel beter zijn, maar ja, je ziet alweer, ik ben geen professionele vlogger. Ja, wat wil ik dan nog meer zeggen? Oh ja. Want ja, ik had me voorgenomen om deze reactie video over de afgelopen tijd te doen. Ja, maar ik ben al heel lang uitgeweid, dus die kan ook alweer de vullersbak in. Maar laatst, en dan alweer een paar maanden terug, was er nog een commotie op jullie kanaal over Forum van Democratie. Want ja, iemand had een sticker op jullie wagen geplakt over Forum van Democratie. Daar was jij zeer over spreken, tenminste als ik de reacties
las. Nou ja, ik heb ook een reactie opgegeven. Ik ben er helemaal niet zo heel erg over te spreken. Ja, in het begin wel. Toen ze nog niet in de kamer zaten. Toen was het zo veelbelovend als er nog nooit tevoren was. Maar toen ze er eenmaal in zitten, ging ik met Thierry Baudet onder de loep kijken. En ik vind het eng handje. Maar ja, daar wil ik eigenlijk helemaal niet heen. Want het is zijn eigen mening. Ik heb toch wel het idee dat... Als Boudentje vindt van Thierry Baudet en het volgende remitie is niet veel, daar geeft hij niet zoveel om. En terecht, dat is andersom trouwens ook niet. Maar wat ik zo frappant vond, bij de reacties, dus onder die video, waren toch een hele hoop mensen, ja, heel hoop, waren toch een paar mensen, die toen afscheid namen omdat ze niet eens waren dat je een zwak had voor Forum voor Democratie. Dus echt voor gaan te kijken van, waarom gooi je iemand weg? Omdat je maar één ding niet eens bent. Ik bedoel, als ik een vlog elke 2 weken zou doen, dan zullen er ook een hele hoop mensen met mij niet eens zijn. Dus waarom iemand weggooien? Omdat je maar één ding niet eens bent. Daar gaat het bij mij dan weer niet in. Ja, wat moet ik dan nog meer eigenlijk zeggen? Ja, wat was nou... Ben ik weer, hè? Ben ik het ouwe hoer? Weet ik het niet meer? Ja, nou, dan moeten we even laten. Misschien kom ik straks nog eventjes terug. Zo, daar ben ik weer. Ik ga ook een beetje een eind aan brouwen, anders wordt het wel heel erg lang. Maar waar was ik gebleven? Ik was bij de reacties gebleven. Ja, dat klopt, bij de reacties. Ik zit altijd met veel plezier de reacties te lezen. Vooral omdat jullie daar ook heel interactief mee zijn. Natuurlijk zijn ze trots van een leuke blog. Of het is informatief. Dat is altijd leuk om te zien. En ook dat je bijna overal, of overal zeg maar, op reageert. Maar hoe ga je nou om, is mijn vraag dan aan jullie. Hoe gaan jullie nou om met mensen wie je nogal naar, laat ik het zo zeggen... naar reageren, want dat lijkt me toch wel lastig. Dan doe je zo je best en dan zit er zo een piepo, want eentje komt ze steeds terug, lijkt, zoals ik erger me eraan. Hoe kan je daarmee om? Maar goed, dan ga ik een eind aan brouwen. Ik word hier aangevallen door een steltje muggen of dazen, wat zijn het? Rotbeest in ieder geval. Ja, dan eindig ik met u te danken voor de vlogs. En voor de moeite die erin stopt. Want ik vind het leuk te zien. En ik wens jullie het allerbeste. En ik denk dat Loki dat ook doet. Loki. Wat vind jij ervan? Loki. Jo. Nou, het was duidelijk volgens mij. Ik ga er vlug ondertussen. Want ik hoor hier lekker stoken. Ja, Maria, het beste. Mooi, hè? Nou, ik heb de link... van de video van hem, die zet ik hieronder. Als je van Karpenvissen houdt, abonneer even op zijn kanaal. En als je de video leuk vond, reageer niet alleen onder onze video, maar ook onder zijn video. Dat zal hij vast en zeker leuk vinden.